Breda Nu. Je weet het meteen. Vrijdag 22 juni waren alle gasten van de Champions Trophy welkom bij de feestelijke receptie in de Grote Kerk. Het themanummer van het toernooi werd natuurlijk gedraaid, maar werd dit keer ondersteund door de bijaardier van de Grote Kerk. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! DJ Boris Smit, Je hebt net gedraaid op de receptie van de Champions Trophy. Je hebt een speciaal nummer daarvoor gemaakt, hè, voor het toernooi. Het nummer bestond al. Alleen plaat It Be Yourself samen met Good Luck. En die band komt uit Zuid-Afrika. En die plaat die hebben we een week of 10 geleden uitgebracht. En de stad Breda vroeg aan mij, wil jij een nummer maken voor de Champions Trophy? Ik zei, nou, dat vind ik super leuk om te doen. Maar ik heb net al een plaat uitgebracht. En die doet het hartstikke goed op de radio en die wordt door iedereen gedraaid. Dus vinden jullie het een leuk idee als we die naar voren schrijven als tune? En nou, overleg. En was iedereen het ermee eens, dan waren ze eigenlijk heel blij. Want de boodschap is ook, wees jezelf, be yourself. En het staat ook weer leuk op het internationaal toernooi. Dus omdat het maakt niet uit welk land dat je komt. Je moet gewoon jezelf zijn en dan komt het wel goed. Hey, hoe was het om met DJ Boris Smit samen te mogen spelen? Het was heel leuk. Te gek eigenlijk, moet ik bijna zeggen. De grap was, ik zat op 70 meter hoogte, dus de fysieke afstand was heel groot. Maar door audioverbinding konden we eigenlijk muziek maken alsof we naast elkaar zaten. De samenwerking liep hartstikke goed. Ik had de track had ik van Boris al gehad. En die was bekend, dus ik had daar een arrangement, een bewerking voor met de bijaard voor bedacht. En dat was een kat in het bakkie, zoals ze dat dan wil zeggen. Ja, en zijn muziek is gewoon tof om bijaard mee te spelen. Mensen denken bij een bijaard vaak aan zware klokken en langzaam en traag en oude mannen in grijze wollen sokken. Met grijze wollen sokken aan. Maar deze muziek is juist ook heel geschikt om samen met bijaard muziek mee te maken. En wat ik maar wil laten zien is dat een bijaard ook gewoon aansluit op muziek van vandaag en zo'n tof evenement als vandaag. Ja, je doet dit nummer samen met de bijaardier. Hoe is dat om samen te werken met hem? Nou, we waren een beetje een... Ze hadden gevraagd van Boris, wil je op de openingsceremonie? En ik zei, nou, dat vind ik superleuk om te doen. Maar is er niet iets waarom dat we nog een beetje leuk kunnen aankleden? Nou, toen kwamen ze vanuit de kerk van, ja, waarom laten we de BD niet meespelen? En Paul Maassen, die vond het ook een heel leuk idee. En heb van de week de track gestuurd en een beetje over en weer en wat aanpassingen gemaakt. Vanmiddag heel de middag gerepeteerd en nu... Is het gelukt, dus super blij. Breda Nu. Je weet het meteen.